grootste en volgens velen belangrijkste klimaattop ooit is van start gegaan in Parijs. Car il s'agit de l'avenir de la planète. De l'avenir de la vie. Mooie woorden, maar wat valt er concreet te verwachten van de klimaattop? En verder in het nieuws vandaag. Willem Holleder was niet te stoppen, zegt zijn oudste zus in de rechtbank. En gemeenten maken zich hard voor een nieuwe wietwet. Goedenavond. 20 topconferenties over klimaatverandering zijn er geweest. Maar deze, de 21ste in Parijs, wordt beschouwd als de belangrijkste. Vandaag begon hij. Uit alle landen van de wereld zijn er staatshoofden, regeringsleiders en delegaties. De komende 2 weken wordt er gepraat en onderhandeld over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze klimaattop is een herkansing voor al die keren dat er te weinig resultaat werd geboekt. En dus, benadrukt iedereen daar in Parijs, moet het nu gebeuren. Het gaat over de leefbaarheid van de aarde. Het begon met een minuut stilte. Voor de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever. Parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes. Une planète viable. I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter to say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it. 2 weken hebben de deelnemende landen de tijd om resultaten te boeken. En desnoods wordt de top verlengd. De staatshoofden en regeringsleiders zijn er alleen vandaag voor plechtige toespraken. Daarna snel naar huis om de onderhandelingsteams het echte werk te laten doen. Het doel van de klimaattop is de temperatuur op aarde niet meer te laten stijgen dan 2 graden. Temperatuurstijging op aarde leidt tot een stijgende zeespiegel en extreem weer als langdurige droogte en overstromingen. En dat kan worden voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Bijzonder is dat meer dan 180 deelnemende landen plannen hebben ingediend om op vrijwillige basis CO2-uitstoot te verminderen. Er komt een klimaatfonds waarin jaarlijks bijna 100 miljard euro wordt gestort om arme landen te helpen bij de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan kustversterking. Maar nu al staat vast dat alle goede voornemens niet genoeg zijn om de temperatuurstijging tot 2 graden te beperken. We gaan naar Ron Linker. Ja, vorige keren kwamen de regeringsleiders aan het einde van zo'n top, hè, om knopen door te hakken. Nu zijn ze er al voordat het onderhandelen is begonnen. Is dat handig? Nou, kijk, er zijn verschillende scholen, verschillende visies, verschillende strategieën. Je hebt de Franse school, die zien we nu aan het werk. Maar er zijn ook andere scholen die zeggen dat dat een riskante strategie is. Want straks als al die regeringsleiders en staatshoofden weer weg zijn uit Parijs en de onderhandelingen lopen vast, ja, wie zegt dan niet dat die grote leiders straks alsnog terug moeten komen om de zware, de moeilijke beslissingen te nemen, de knopen door te hakken. Maar goed, zover is het niet. President Hollande en trouwens ook de Nederlandse regering hebben nog volop vertrouwen in de Franse aanpak. Nou, het slimme van de Fransen, dat doen ze handig, is dat ze niet aan het einde ons laten komen, maar aan het begin. Hiermee zetten we dus de zaak in gang. We zetten een duidelijke puntje aan de horizon, waarbinnen nu de anderen gaan onderhandelen om ook echt tot een akkoord te komen. En ik ben daar positief over. Dat gaat lukken, denkt u? Ik denk het wel. Ja, Ron, grote woorden, maar kunnen we concreet nog iets verwachten? Kijk, veel zal afhangen van de onderhandelingen die morgen dus pas formeel echt gaan beginnen met de onderhandelaars en niet meer de staatshoofden hier. Kijk, het zit zo dat er een aantal knelpunten is waarover men overeenstemming moet bereiken. Bijvoorbeeld de exacte formulering van een eventueel akkoord. Hoe schrijf je het op en hoe zorg je ervoor dat je het ook aan elkaar kunt opleggen? Dan is er nog het vraagstuk van een controlemechanisme. Hoe gaan we de komende jaren, om de zoveel jaren,
checken of landen nog wel genoeg doen. En tot slot is er de vraag over de financiering. Arme landen vinden dat rijke landen hen moeten helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat zijn drie belangrijke knelpunten. Als ze daar al over eens worden de komende twee weken, dan komt een akkoord in handbereik. Ron, dankjewel. Ja, die honderden delegaties zijn dus neergestreken in Parijs en hebben allemaal andere belangen. Spanning in het chique paviljoen van de gezamenlijke golfstaten. De emir van Qatar komt zijn delegatie persoonlijk succes wensen. De oliestaten zetten vooral in op het hergebruik van CO2 en energiebesparing, zegt de Nederlander Bert Groothuis, die hier gasten ontvangt namens het Saoedisch bedrijf Sabic. Dan staan de golfstaten natuurlijk bekend om olie. Gebeurt er wat op het gebied van duurzame energie? Ja, er gebeurt denk ik heel veel. We kijken goed naar olie en gas en hoe we op een hele efficiënte manier olie en gas kunnen gebruiken om producten op een zo efficiënt mogelijke manier te maken en daar zo goed mogelijk gebruik van te maken. Even verderop laat India zien dat het land steeds welvarender wordt. En een nieuw klimaatverdrag moet die ontwikkeling niet in de wielen rijden. We have to make sure that poor people raise their living and come to a stage when they can be treated as equal with others. Because they also want cars, they want air conditioning. Not cars and air conditioning, but they want a good life. Maar op het groene eiland Madagaskar, met een heel klein hokje op de klimaattop, hebben ze nu al veel last van extreme droogte en overstromingen. So people cannot grow their staple food. That's a huge problem. So you already have a food problem. Exactly. En dus moet er gezocht worden naar een oplossing waar iedereen mee kan leven, zegt ook de Amerikaanse delegatie. I think we all have a big job to do. People understand that their economic situation is really important, yet I think they want to do something. And that's true in the United States, I think it's true elsewhere. Maar hoe kun je de wereld veranderen en toch iedereen tevreden stellen? Op die vraag moeten de onderhandelaars de komende twee weken een antwoord vinden. President Obama ging voor het begin van de klimaattop naar concertzaal Bataclan. Hij legde een roos als eerbetoon aan de slachtoffers van de terreuraanslagen. Obama is niet het enige staatshoofd dat Bataclan bezocht. Verschillende andere leiders deden dat ook. President Obama had het over de VS als de op één na grootste vervuiler. De grootste, dat is China. En juist vandaag steeg in de Chinese hoofdstad Peking de luchtvervuiling opnieuw tot een alarmerend niveau. Er hangt een dikke mist boven de stad. De vervuiling is een structureel probleem in de Chinese hoofdstad. Zware industrie en het vele verkeer in de stad zorgen voor aanhoudende vieze lucht. En nu het kouder wordt, zetten veel mensen de kolenkachel aan. Aangezien er geen zuchtje wind staat, blijft de rook letterlijk hangen. Veel ouderen en kinderen hebben ademhalingsmoeilijkheden, long- en hartklachten. Volgens artsen overlijden er dagelijks tientallen mensen aan de gevolgen van de smog. Waarschijnlijk 700.000 per jaar. De overheid raadt mensen aan zoveel mogelijk binnen te blijven. De vervuiling in de lucht is op dit moment 17 keer meer dan de toegestane waarde van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dus is code oranje van kracht en dat betekent dat vervuilende fabrieken hun productie moeten stoppen en dat zware vrachtwagens niet meer mogen rijden. Het waren vette krantenkoppen toen de zussen van Willem Holleder eerder dit jaar een boekje opendeden over hun broer. Ook nam de oudste zus van Holleder, Astrid, stiekem gesprekken met hem op. Vandaag werd zij in het kader van het liquidatieproces voor het eerst door de rechter ondervraagd. Holleder staat in die zaak niet terecht, zijn proces volgt later. Maar volgens zijn zussen is hij wel betrokken bij meerdere liquidaties. We gaan naar Lidwien op de redactie, want bij die zitting was het niet toegestaan om te filmen. Maar jij was er wel bij vandaag. En het was een emotionele zitting. Ja. Zeker. Astrid Holleder had het heel zwaar. Ze werd ook af en toe erg emotioneel, moest er even gestopt worden tot ze weer verder kon. Bijvoorbeeld toen het ging over de moord op Cor van Hout, die getrouwd was met haar zus, de zus van Holleder dus ook. Wie vermoordt er nou
de man van zijn zus, zei Astrid Holleder vanmiddag. Want zij verdenken allebei Willem Holleder ervan achter die moord te zitten. Ook toen ze het had over het zoontje van Holleder, kreeg ze het even te kwaad. Want misschien moet hij wel heel lang zijn vader missen. Ze zei ook, ja, het blijft tenslotte wel mijn broer. Ik vind hem ook zielig. En ik ben hem aan het verraden. Maar het is een man met een ongezonde bloeddorst, zei ze. Iemand die geen vrienden heeft, alleen maar potentiële slachtoffers. En ik kon gewoon niet anders. Nee, en wat heeft zij verder nog verteld, Astrid Holleder, in de rechtbank? Nou, ze heeft heel lang getwijfeld voordat ze naar de politie zou stappen. Want ze zou daar een enorm risico mee nemen. Willem Holleder was extreem achterdochtig. Als hij haar sprak, dan fouilleerde hij haar vaak van tevoren. Toch heeft ze die angst overwonnen en op een dag een recorder gekocht. En ze heeft besloten om al die gesprekken op te nemen die ze met hem had. Zij is advocaat, hij gebruikte haar als een soort van klankbord. En ze bespraken eigenlijk vrijwel alles. En tijdens die gesprekken, dat was bijna altijd buiten, want Willem Holleder was als de dood dat hij afgeluisterd zou worden. Vaak fluisterden ze ook alleen maar, of hij hield zijn hand voor zijn mond om eventuele liplezers het moeilijk te maken. Nou, en met die gesprekken is ze naar de politie gestapt, want ze zag dat hij maar bezig bleef met nieuwe plannen beramen voor nieuwe moorden. Ze zag ook dat justitie eigenlijk nauwelijks vorderingen maakte in het onderzoek naar haar broer. En ze zei tegen de rechtbank vanmiddag, hij moest gestopt worden. En wat voor gevolgen kan dit hebben voor Willem Holleder? Nou, deze verklaringen gaan sowieso een hele grote rol spelen in het proces tegen Holleder straks. Morgen zal Sonja Holleder gehoord worden, een andere zus van hem en een ex-vriendin van hem. Zij hebben ook verklaringen afgelegd bij de politie. Zij verdenken hem ook van betrokkenheid bij meerdere moorden. Ja, en zij hebben het allemaal uit de eerste hand. Zij hebben rechtstreeks alles van Holleder gehoord. En dat maakt dat hun verklaringen heel waardevol zullen gaan worden in het proces. Litwin, dankjewel. Er zijn 66.000 jongeren uit beeld in Nederland. Ze gaan niet naar school, hebben geen uitkering en ze werken niet. Deze jongeren lopen meer kans om in de criminaliteit te belanden of te radicaliseren, zegt minister Asscher. Hij wil daar iets aan doen. De risico's zijn voor de jongeren zelf dat ze aan lager wal raken, dat ze verslaafd raken, dat ze met verkeerde vrienden omgaan en de criminaliteit ingaan, dat ze vatbaar worden voor extremistisch gedachtegoed. Al die dingen kunnen gebeuren als je hele jonge mensen niet iets nuttigs laat doen met hun leven. Als je 23 bent, dan moet je of op school zitten, of stage lopen, of aan het werken. In Amsterdam-West gaan buurtwerkers al jaren langs de huizen om deze onzichtbare jongeren te zoeken en te helpen aan werk of een opleiding. De aanpak is zo'n succes dat die nu in heel Amsterdam wordt toegepast. Ja. Buurtwerker Arnold Griffith doet dit al 5 jaar. Gewoon aanbellen bij jongeren die niet werken of naar school gaan. Hij is net weggegaan. Weet u waar hij naartoe is? Ik weet echt niet waar hij... Hij is met een vriend te weg. Vindt u het goed dat ik eventjes met u even wat doorneem? Ja, komt u maar. Oké, dankjewel. Het is niet altijd meteen raak, maar met een beetje doorzettingsvermogen komt hij een heel eind. 9 van de 10 keer zijn de ouders heel erg blij dat er aandacht is voor hun zoon of voor hun bewoner. En de jongeren zo, die zijn ook hartstikke blij. Hey, ik ben toch nog in beeld. Er is iemand die mij mist of die aandacht voor me heeft. Als de jongere dat wil, helpt de buurtwerker om een geschikte opleiding te vinden en een stageplek. En meestal willen ze wel. Ik heb mijn leven gewoon een beetje verspeeld toen ik wat jongere was. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen op die leeftijd. Ik was 16 jaar, toen moest ik naar het mbo. Ja, ik heb van alles een beetje gedaan, maar het past allemaal niet bij me. En nu doet Giuliano werkervaring op bij een grote winkelketen. Ja, het gaat heel goed. Heel tevreden over mij. Op school ook. En het kan niet beter, zou ik zeggen. Jullie zijn echt aan het pionieren. Ja, dat klopt. Ze vonden dat wij gek waren, dat wij aan de deur gingen bellen, dat wij de jongeren gingen opsporen. Ze denken, nou, je kan het ook administratief. Nou, wij vonden van niet. Wij vonden de jongeren verdienen de aandacht. Volgens de buurtwerkers wordt 80% van de jongeren op weg geholpen. Sinds kort bellen buurtwerkers daarom in heel Amsterdam aan bij onzichtbare jongeren. En als het aan de minister ligt, gaan andere steden hetzelfde doen. Nu wel je diploma. Zeker, dat ga ik zeker doen. Echt wel, ik wil door. 1300 vluchtelingen zijn op weg naar Europa tegengehouden door de Turkse politie. Gisteren sloten de EU en Turkije een akkoord om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Turkije gaat de toestroom naar Europa tegenhouden in ruil voor 3 miljard euro te besteden aan opvang.
En vandaag kwamen ze dus meteen in actie. De vluchtelingen waren op weg naar de kust om de oversteek naar Griekenland te maken. Ze zijn nu teruggestuurd naar een vluchtelingencentrum. 3 mensensmokkelaars zijn opgepakt. De voortvluchtige terreurverdachte Salah Abdeslam zit mogelijk in Syrië. Hij wordt gezocht voor de aanslagen in Parijs. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van bronnen rond het onderzoek. Abdeslam zit sinds de aanslagen is hij op de vlucht. Dat leidde tot verschillende klopjachten in België, Frankrijk en Duitsland. Voor het eerst in 7 jaar zijn er geen bijstandsuitkeringen bijgekomen. Tot en met het 3e kwartaal bleef het aantal gelijk op ruim 440.000. Vooral onder de 45 jaar daalde het aantal mensen in de bijstand. Daarboven nam dat juist toe. Vooral jongeren profiteren van de aantrekkende economie. De 7 rechtbanken die met inkrimping werden bedreigd, blijven toch volwaardige zittingslocaties. De Raad voor de Rechtspraak zegt dat dat mogelijk is omdat de politiek bezuinigingen terugdraait en extra geld geeft. Het gaat om de rechtbanken in Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad. Architect Francine Hoebe heeft de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gekregen. Ze ontwierp onder andere de nieuwe stationshal in Delft en de bibliotheek van Birmingham. Dat was vorig jaar het populairste gebouw van Groot-Brittannië. Hoebe gaat ook de bibliotheek van New York renoveren. En Francine Hoebe treedt in de voetsporen van onder andere Johan Simons, Lidewij Edelkoort en Anton Corbijn. Die kregen al eerder de prijs. Een jarenlange campagne om beta-studies beter in de markt te zetten werpt eindelijk zijn vruchten af. Terwijl het aantal inschrijvingen op de meeste universiteiten dit jaar daalde, ging het aantal aanmeldingen voor technische universiteiten juist omhoog. Inmiddels kiest 30% van de jongeren voor een technische studie. Je ziet als het ware een soort van monolithische. Dit is het onderwijs nieuwe stijl aan de Technische Universiteit Eindhoven. Meer contact tussen student en docent zelf doen. Het werkt. 14% meer eerstejaars leverde het ze op. Ook Delft en Wageningen kregen meer eerstejaars. Jarenlange inspanningen om interesse te wekken voor technische studies hebben nu resultaat. Universiteiten dragen uit dat het niet saai hoeft te zijn. Dat je ook wel meer bezig bent en niet zeg maar, wat iedereen altijd denkt, alleen maar achter een computerscherm zitten. 90% van de afgestudeerden heeft meteen werk. Ook dat bepaalt de keuze voor techniek. Ik denk dat het wel belangrijk is om een studie te kiezen waarmee je later ook een kans hebt op een baan. De universiteit breidt uit. Door de groei is meer huisvesting nodig. De bibliotheek is net verbouwd. Het aantal docenten groeit. En daar moet geld beschikbaar voor blijven, waarschuwt men. We hebben nu het momentum waar ineens heel veel studenten geïnteresseerd zijn om met techniek te gaan studeren, om de technologie in te gaan. Dat is natuurlijk fantastisch. Het Nederland roept daar eigenlijk om. Nou, ik vind dan ook dat we dan die investering moeten doen in deze jonge mensen. De industrie zit te springen om afgestudeerden. Zoals high-tech bedrijf ASML. Het breidt voortdurend uit, heeft jaarlijks 500 tot 1000 nieuwe mensen nodig. Ze zijn blij met de toename, maar zeggen dat nog meer techniekstudenten nodig zijn. Ik denk zeker als je de ontwikkeling hier in Nederland op hoog niveau wil houden, dan moet je investeren ook in onderwijs en de instroom van techniekstudenten. Laat vooral zien, zegt zij, dat techniek leuk is. Dat je er dingen mee kunt maken. Auto's, hele woonwijken. En als er tijd over is, een surprise voor Sinterklaas. Nou, ook is opvallend dat steeds meer meisjes kiezen voor techniek. En op nos.nl staat hoeveel eerstejaars zich bij welke universiteit aanmelden. Een wet waarin de teelt en verkoop van wiet wordt toegestaan, maar alleen onder strenge voorwaarden. 8 gemeenten maken zich hard voor een nieuwe cannabiswet. Het huidige beleid dat 40 jaar geleden is ingevoerd is volgens de burgemeesters achterhaald. Met de nieuwe wet willen ze wiet niet verbieden, ook niet het huidige beleid legaliseren, maar wel regelen in de wet. Dit is bijvoorbeeld een sativa. Na 40 jaar gedogen is het gebruik van wiet alleen maar toegenomen. En ook de criminaliteit die daar omheen hangt. En vooral daar hebben de burgemeesters die pleiten voor een nieuwe cannabiswet genoeg van. Er is een heel groot illegaal circuit waar enorme bedragen in omgaan. Dat geld dat zoekt zijn weg in de bovenwereld. Dat wordt wellicht weer gebruikt voor allerlei andere criminele activiteiten. En je kan beter op een gegeven moment maar eens de kraan dichtdraaien in plaats van dat we maar blijven dweilen.
En dus is het idee dat gemeenten in de toekomst bepalen wie er cannabis mag produceren en verkopen en wie niet. Bijvoorbeeld door vergunningen te verstrekken. Daar kun je alleen voor in aanmerking komen als je brandschoon bent, geen crimineel verleden hebt. En er blijk van geeft dat je ook een bedrijf kan leiden. In Uruguay is marihuana inmiddels te koop bij de apotheek. De productie en verkoop zijn daar sinds kort volledig gelegaliseerd. Een Nederlander adviseerde daarbij. Wat is het belangrijkste om het te laten slagen? Ik denk een breed gedragen akkoord. Dan kan je ook op internationaal niveau onderhandelingen aangaan. In Duitsland zijn er steden die willen reguleren. In Zwitserland. Je ziet vooral vanuit de lokale autoriteiten een druk komen op de nationale regeringen van ja, we moeten hier echt wat aan doen, wij zien de problemen en dit kan zo niet langer. En ik denk dat dat een trend is die niet meer te stoppen is. Hier zal de praktijk nog niet snel veranderen. Het huidige kabinet ziet niks in een nieuwe cannabiswet. De burgemeesters hopen dan ook vooral dat een komend kabinet wel wil nadenken over een nieuwe aanpak. Omstreden sprekers of tentoonstellingen die zwaar beveiligd moeten worden, omdat de boodschap controversieel is. Zoals in mei bij het bezoek van de Deense cartoonist Koert Westergaard aan Amsterdam. Minister Bussemaker gaat op zoek naar manieren om meer beveiliging te bieden op dit soort bijeenkomsten. VVD en PvdA willen dat de minister geld apart zet, 1 miljoen euro. Maar zover is Bussemaker nog niet. Dit jaar nog in Amsterdam. Een lezing van Koert Westergaard die omstreden cartoons over Mohammed maakte. Mr. Westergaard! In verband met de beveiliging moest het gebouw van tevoren dicht. Wij leven van onze horeca, we hebben een heel klein stukje subsidie. Dus 2 dagen geen omzet in een gebouw als dit is voor ons al een aderlating van je welste. Dus we hebben hard nagedacht of we eigenlijk wel het ons konden permitteren om zo iemand uit te nodigen. En ook minister Bussemaker vindt dat een serieus probleem. Ze wilde graag een oplossing voor vinden. Laten we vooropstellen dat we het met elkaar eens zijn dat zeker in deze tijd vrije expressie van het allergrootste belang is. En ja, dat begint heel vaak in de culturele wereld. Dus daar moet het altijd gegarandeerd zijn. Ja. Maar de aloude vraag, wie gaat dat betalen? VVD en PvdA weten het wel. Bussemaker moet zelf geld op tafel leggen. Ik wil dat organisatoren van exposities en van lezingen, dat die zich bij de minister kunnen melden op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze door bedreigingen afzien van het organiseren van exposities en lezingen. Om die mensen te steunen, om het vrije woord te steunen, om de expressie te steunen, zeggen wij, hier is 1 miljoen waar je het komende jaar uit kan putten. Heb je extra beveiliging nodig, kan je daar aanspraak op maken. Maar Bussemaker moet dat geld dan weghalen bij andere cultuursubsidies en dat wil ze niet. Daarom gaat ze overleggen wie de rekening krijgt voor de extra beveiliging. Topsport en poëzie. Misschien niet een heel voor de hand liggende combinatie, tenzij je Kobe Bryant heet. Met dit gedicht kondigde een van de iconen van het Amerikaanse profbasketbal zijn afscheid aan. Een liefdesverklaring aan de sport waarmee hij wereldberoemd werd. Na 20 seizoenen bij de Los Angeles Lakers is zijn lichaam op, zegt hij. 5 keer kampioen van de profliga NBA. 2 gouden Olympische medailles. 3rde op de lijst van de NBA topscorers met 32.000 punten. De best betaalde speler met $25 miljoen per jaar. Er zijn weinig spelers die zo'n erelijst kunnen tonen. Ooit scoorde hij 81 punten in 1 wedstrijd. De afgelopen seizoenen werd hij steeds vaker geplaagd door blessures. Dus tijd om ermee op te houden. Once I decided I wanted to speak to the game itself, which sounds really weird, but I've never actually spoken to the game. You know, it's always been to the fans or been to teammates or, you know, things of that nature. But never actually told the game how I felt. And once I decided to write it from that perspective, then the words just came in a matter of minutes. En zo eindigt zijn gedicht. We weten allebei, wat ik ook ga doen, dat ik altijd dat jongetje zal zijn. Met opgerolde sokken, prullenbak in de hoek, 5 seconden op de klok, bal in mijn handen. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan naar het weer met Willemijn. Het was nog behoorlijk onstuimig, hè? Ja, het was lekker onstuimig en het begint allemaal wat rustiger te worden. Er was veel wind, vooral in de middag en ook vanavond nog. En ook heel veel regen.
Dit was Haarlemmermeer vandaag. Maar op heel veel plekken in Nederland viel een behoorlijk pak neerslag dus. Nou ja, pak neerslag zeg je meestal bij sneeuw natuurlijk. Maar zo'n 17 mm, zeker in het midden van het land, kwam zomaar naar beneden. En dat heeft alles te maken met deze zone met bewolking. Echt zo'n slepende zone die de hele tijd maar boven ons land blijft hangen. En voorlopig zijn we er nog steeds niet vanaf. Want als we gaan kijken naar wat er de komende 24 uur gaat gebeuren, dan zien we vannacht die zone iets naar beneden zakken. Vannacht is in het noorden wat droger weer. En dan morgen overdag, jawel, dan schuift het gewoon weer terug naar het noorden. Dus voorlopig hebben we nog steeds te maken met bewolkt en ook regenachtig weer. Nou gaat die winter langzamerhand wel wat minder worden. Op dit moment staat er nog een windkracht 9 in het zuidwestelijk kustgebied. Er is ook veel regen, zoals u kunt zien. Langs het westelijk kustgebied windkracht 8 à 9. Dat blijft dus voorlopig nog zo, maar in de loop van de avond zwakt dat wel wat af. Er is nog steeds een kans op een zware windstoten, zo tussen de 80 en de 100 km per uur. In de kustgebieden, ook in het Waddengebied. En boven land windstoten tussen de 75 en 80 km per uur ongeveer. Nou, ook daar wordt het allemaal wat rustiger. Vannacht in het noorden dus droger, dankzij het naar het zuiden trekken van die neerslag. Er zijn misschien wat opklaringen en dan koelt het in het noorden af tot een graad of 4. Maar onder de bewolking blijft het een graad of 10 à 11. Nou, morgen overdag, die dag begint eigenlijk al met bewolking en ook dus wat regen die vanuit het zuiden juist weer richting het noorden gaat trekken. Later op de dag vanuit het zuidwesten begint het ook echt droog te worden. En dan zitten we meteen in de warme sector zoals wij dat dan noemen. De temperatuur gaat echt omhoog, het wordt zo'n 13 graden in Goes. En het duurt wel even voordat die zachte lucht dan het noordoosten van het land bereikt heeft. Want morgen overdag is het een graad of 8 in Groningen. Pas tegen de avond gaat het daar ook wat zachter worden. Die hoge waardes die houden we ook in de nieuwe week, waarbij het op woensdag en donderdag waarschijnlijk even wat droger is. Daarna wat licht wisselvallig, maar nog steeds dus zacht. Dit was het NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. Grote woorden van de wereldleiders aan het begin van de klimaattop in Parijs. Wat die waard zijn, moet de komende 2 weken blijken. In Nieuwsuur straks kritiek op minister Asscher, want zijn beleid levert volgens de VVD te weinig banen op. U ziet het om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.